Goedemiddag, het is maandag 13 augustus 2018. Ik zit hier bij Corina Luisterburg de Jong. En ik ben Chrissy. En ik ga wat vragen stellen aan Corina. En ik wil gelijk maar beginnen als je dat goed vindt. Je gaat je gang. Goedemiddag, ik wil je wat vragen stellen. Ben je bereid daarop te antwoorden? Jazeker, ik wel. Ja, dan gaan we van start. Kan je misschien in het kort iets vertellen van wie je bent en wat je doet? Nou, in het kort. Ik ben Corina Luisterburg de Jong. Ik ben sinds vorig jaar weduwe. Ik heb 4 lieftallige dieren. Moest ik vertellen. Een hondje en 3 katten. Die jullie wel kunnen. Ik heb, hoeveel zei ik? 5 kinderen, waar 1 van een stiefzoon is. Dat is de zoon van mijn overledene man. Eentje die gaat binnenkort ook trouwen. Waar ik heel blij mee ben, heel gelukkig mee ben. Maar er staat nog meer in petto, maar dat komt wel. Heb je ook hobby's? Ja, ook die heb ik. Ik vlog, zoals jullie weten. Ik maak plaatjes voor op Facebook, etc. Dagplaatjes, goedemorgen, goedemiddag, etc. Ik pint spiegels op, enkel momenteel met de warmte doe ik dat lekker niet. Ik heb veel lieve vriendinnen, onder andere Astrid en degene die aan de andere kant van de camera zit, Chrissy genaamd. En met Chrissy ga ik dus de hort op als het knap weer is. En, lekker ontoer. Lekker ontoer ga ik vloggen en Chrissy gaat foto's maken. En ook daar maak ik weer dan een vlog van. Ja, ook die staat in de komst van YouTube. Zeg, moet je luisteren, Corina. Ik heb gehoord dat je dochter Karin binnenkort een buikbandoperatie, oftewel een correctie, krijgt. Klopt. En ik heb begrepen dat het een opdomina plastic inclusief operatie gaat worden. Hoe sta je daar tegenover? En kan je ook daar jouw gevoel misschien een beetje in weerleggen? Nou, daar sta ik heel angstig in. Ten eerste al vanwege... Wacht even. Weg. Mijn hondje, die deed me pijn. Sorry. Daar sta ik heel angstig in. Sowieso ook voor de narcose, omdat ik daar zelf rot ervaringen mee heb gehad. Dat ik er niet uitkwam. Ik weet niet hoe zij daarin staat. Of bij haar makkelijk gaat of ook niet makkelijk, dat weet ik niet. Maar ook ja, de operatie op zich. Je weet nooit niet of het goed gaat en dat doet mij ook heel veel, ja. Heeft het ook te maken met het missen van je man? Ook dat. Ik ben, doet me pijn, doet me verdriet. Van ja, gaat het goed komen? Gaat het niet goed komen? Ik wil haar ook niet nog eens een keer kwijt. Nee. Maar goed, niet iedereen doorstaat natuurlijk de operatie zoals jij het ervaren hebt. Nee, gelukkig niet. Maar ik hoop wel dat de heren artsen, dat die hun werk wel goed kunnen doen. Maar het kan bij iedere arts misgaan. Natuurlijk. Daar ben ik ook bang voor. Je bent maar een mens, hè? Ja, gelukkig wel. Ja. Hey, en deze situatie waar je dus nu in zit, mis je natuurlijk je echtgenoot dubbel op. Dubbel, ja. Hey, want je wilt dat natuurlijk bespreken. En, dat kan niet. Hoe ga je dat oplossen nu? Met jou, met Astrid. Met wie dan ook. Ja. Praat je er ook met Karin over? Ook met Karin zelf, als, zij zelf dat aan kan, want dat moet ik zelf ook aankunnen. Ja.
Als ik merk dat zij het moeilijk heeft, ga ik niet nog eens keer mijn probleem bij haar leggen. Ja. Dan doe ik dat liever bij jou of bij Astrid. Ja. Wat fijn dat je dat kon doen natuurlijk. Ja. En krijg je dan ook, komen ze dan bij je of moet je dan bellen? Nou, jij, als ik jou bel, dan vlieg je meteen deze kant op als je kent. Ja. Ja, en anders dan bellen is het gewoon per telefoon en dat helpt ook. En dan heb ik ook wel nog mensen van Cirilo. Ja. Maar ja, daar praat ik liever niet mee wat dat er gaat. Nee, omdat ze natuurlijk ook heel dicht bij je man hebben gestaan. Ja, begrijpelijk. Ik noem je niet voor niks mijn surrogaatzusje, hè? Ja, oké. Zeg, moet je luisteren. Dus als ik dat zo allemaal eens hoor bij je, ben je dan voor of tegen de operatie? Voor, wel voor. Ja. Alleen nog om het geluk voor haar. Want als je kind blij is, gelukkig is, dan is een moeder, zeker uw vader, 9 van de 10 keer ook gelukkig. Ik tenminste wel. Als mijn kind gelukkig is, ben ik het ook. Is mijn kind verdrietig, ben ik ook verdrietig. Geeft toch een band met elkaar, hè? Ja. Moment. Ja, en zo zie je maar weer dat een mens opvatbaar kan zijn door middel van een ingreep, hè, die dan zo dichtbij bij de persoon is. En dat ze even tijd wil nemen hiervoor, dat is nog het beste. Ja, maar dan ook nog eens een keer de kriebel hebben. Dat vraag ik ook nog. Ook dat nog. Stel dat je er tegen mocht zijn. Ja, tegen die operatie. En je dochter zou het toch doen. Zou je dat dan het gevoel hebben van luistert ze dan wel naar me? Of zou je zeggen van kind, doe het maar. Maar zou je dan anders tegen je dochter aankijken? Nee, want ze is volwassen. En ze heeft zelf haar beslissingen te nemen. Dat heb ik als moeder niet meer te doen. Ik kan er wel sturen en handvaten aanreiken of wat dan ook. Ja. Maar leg ze die naast haar neer, dan is het haar keuze, niet die van mij. Oké, en dan zou je... Ik zou er vrede mee hebben. Daar zou je ook achter staan. Ja. Het is altijd fijn om te horen dat dat kan. We hebben het net al even over gehad, dat je er toch wel mee zit met de narcose. Hè? Dat er gevaren aan vastzitten. Maar dat is met iedere operatie zo, hè? Dat is met elke operatie inderdaad het geval. Maar ze gaat natuurlijk wel het ziekenhuis in en ze zal daar 4 tot 5 dagen moeten verblijven. En nou kan je daar niet heen. Wat doet het in jouw gevoel? Heel veel pijn en heel veel verdriet. Dat ik dan niet bij haar kan zijn. Ja. Want ik wil dan wel. Dat kunnen wezen. Ik wil dan wel aan haar bed kunnen staan. Of tenminste zitten. Ja, want je hebt natuurlijk een handicap zelf. Ja. En dat is niet altijd mogelijk. Voor hetzelfde geld heb je een hele slechte dag. Dan kan je er niet heen. Dan bestaat er ook nog een telefoon. Dan bel ik er. Want zij heeft toch de mobiel bij haar ook. Dan bel ik er, ik bel Roderick, ik vraag hoe het gaat. Het zou moeilijk voor je zijn, neem ik aan. Zeker weten. Ja. Maar goed, laten we hopen dat het goed gaat en dat je zelf dan toch in de mogelijkheid bent om daar een dagje heen te gaan. Want het is niet naast de deur. Nee. Voor jou. Hoe ga je daar dan heen? Dan cross ik met mijn scootmobiel naar het station toe. En dan neem ik de trein naar Den Haag. En dan vraag ik gewoon aan Roderick, kom jij mij even ophalen van het station? Ja.
Nou, en dan het ziekenhuis, waar dat ook mag wezen. En dan ben je een hele dag weg. Ja. En wie zorgt dan voor je beestjes? Nou, ik kan jou vragen. Ja. En ik kan Astrid vragen. Als de, op de dagen valt dat zij niet zelf weg hoeft. Ja. En dat is met jou net zo. Ja. En anders, ja, jij bent ook nog zo. Jij zorgt, dan neem jij een dag vrij. Zo ben je ook nog. Ja, toch fijn dat je dan vrienden hebt, hè? Dat zeker weten. En zeker, zeer zeker in zo'n situatie. Ja. Als ik je vraag, ben je blij om deze vlog openbaar te maken en jouw gevoel hierin te weerleggen? Iedereen mag weten hoe ik ben. Ik heb geen geheimen. Heb ik wel geheimen, die vertel ik gewoon niet, want het gaat een ander dan niks aan. Maar wat men mag weten, dat vertel ik. Ja. Dat doe ik al altijd al. Dus ja, dat mogen ze weten. Ze mogen mijn goede kanten zien, ze mogen mijn slechte kanten zien. Ze weten ook wel dat ik dagen heb dat ik niet te genieten ben, dat ik hoofdpijn heb, dat ik niet opgemaakt ben. Nou ben ik wel opgemaakt. Ze zien wanneer ik opgemaakt ben dat ik mij goed voel. Ja. Ik zag net straks wat emoties bij je. Ja. Waar waren die emoties door? Hè? Waar waren die emoties door? Nou, sowieso. Mijn meisje gaat onder het mes. Blijft toch je kind, dus mijn meisje. Die gaat onder het mes, tenminste zoals het nu staat. Ik weet het allemaal niet. Hoe, wanneer, waar, weet ik veel. Maar dat doet je al zeer, van ja. Een moeder die denkt altijd zo, leg ik dan maar, niet mijn kind. Mijn kind mag niks markeren, geef het mij maar. Ja, en ik heb mijn man niet meer, ik wil niet nog meer kwijt. Want zij behoort mij te overleven en niet andersom. Ben je gelovig, Corine? Ja. Heb je daar in het geloof een houvast? Ook dat. In dit geheel? Ik bid heel veel. Ja. Ja. Dat geeft mij heel veel kracht ook. Ik ben baptist. Ja. De meeste vragen van wat is dat, baptist? Ik zeg altijd baptist, dat is. Vroeger hadden we altijd geintjes, maar... Voor de rest, ja, ik bid heel erg veel. Ik kan niet alle zondagen naar de kerk, ook vanwege mijn lichaam weer. En ja, ik ben ook zo gek, ik ben bang van onweer. Gisteren was onweer voorspeld, plus ik was ook lang niet in orde. Dus ik ben niet geweest. Ik zou wel. Wat markeer je precies, Corine? Ik heb chronische hoofdpijn. Ik ben, als ik het goed zeg, goed uitspreek... Scoliose, scoliose. Nou, de ouderwetse benaming ruggengraatvergroeiing, een dubbele. Ik heb de letter S in mijn rug. Een ruggengraat. Dat heb je vanaf je geboorte al? Daar ben ik mee geboren, ja. Dus dat gaat ook nooit meer over. Het wordt alleen nog naarmate je ouder wordt erger en erger. En als jij je verplaatst, hoe verplaats jij je dan? Nou, daar heb ik een leuke trippelstoel voor. Waar ik in rij. En ik heb een leuke wandelstok. Die ik ook nog eens een keer in elkaar kan doen. En een hele stiekje erin en in een tas kan doen. Dus ja, makkelijk. Heel handig. Zo, nou is die weer uit elkaar. En als je grote afstanden moet afleggen? Dan heb ik een mooie oude scootmobiel. Een mooie scoot. Oftewel, zoals we het hier benoemen, een booster. Dat is altijd fijn natuurlijk. Ja. Je bent lekker verplaatsbaar, je kan naar buiten, je kan eigenlijk alles doen. Ja, ik ga dus heel veel met Chrisje op pad. Ja. Vooral de zomertijden. Wintertijd zitten we binnen. Hebben we weer andere dingen te doen. Jawel, gelukkig wel. Zeg Corina, ik wil het hier eigenlijk bij laten. Is goed, schat. Ik wil je hartelijk danken voor de medewerking. En ik wil jou en je dochter en je schoonzoon heel veel sterkte en succes toewensen voor de spannende tijd die jullie nog te gaan hebben. Ja, spannend wordt het zeker. Ja. En ja, het leuke, de leuke tijd, dat is december. December, ja. Daar kijk ik ook helemaal, ja, daar kijk ik naar uit. En wat gaat er dan gebeuren in december?
Dan gaan de twee trouwen, Karin en Roderick. Nou, geweldig. Ja, dat is helemaal fijn. En je kan bij die dag zijn? Ja, gelukkig wel. Ik word opgehaald door mijn liefhebbende broer. En ik word ook thuis gebracht. Mijn moeder drinkt heel, heel vroeg eruit. Ja, en heel laat weer thuis nu. Weet ik ook niet. Hoe laat het thuis zijn? Nee. Nou ja, en jij bent zo lief om op mijn hondje te passen. Ja. Jij komt mijn hondje ophalen. Die kom ik lekker ophalen en we gaan er gewoon een gezellige dag van maken samen. Ja hoor, en dan zal je me een nacht bij je moeten houden, wat dan nog. Dat zien we dan wel weer. Ja hoor. Corina, dankjewel. Dankjewel, schat. Dat was ze dan. Die bij mij dat rotvraaggesprek, ben mijn naam kwijt alweer, interview heeft gedaan. En dus, dankjewel schat. Ja, is even een hele andere zetting. Goedenavond allemaal. Ja. Het is vandaag woensdag 22 augustus, 11 over 11 in de avond. Ik zit nu even lekker in de slaapkamer. Ja. Maar ja, waarom ik eigenlijk eventjes een filmpje opneem. Eventjes alleen. Eventjes niet in de woonkamer. Even wat anders. Ja. Dus het is eventjes weer een rollercoaster. Mm-hmm. Ja. Weer een hele grote rollercoaster. Want ik ben vandaag samen met Ro bij zijn ouders geweest. Mijn zorgverzekering die heeft de eerste afvraag afgewezen. Ja, het is wel een wens voor mijn buikwandcorrectie. Ja. Mijn schoonouders die zijn zo lief om het te vergoeden. Voor mij te betalen. Ja, en het gaat niet eventjes om een klein lullig bedragje van €300 of zo. Er komt eventjes iets meer geld bij kijken. Ja. Het gaat even over duizenden euro's. Ja. En 27 augustus had ik al afspraken met de arts om eigenlijk in bezwaar te gaan. We gaan sowieso in bezwaar, sowieso. Nee, heb je een jaar kan je krijgen. Maar mijn schoonvader gaat morgen, dus het 23ste, gaat hij betalen aan het ziekenhuis. Hier in de buurt. Ro en ik gaan morgen ook in het ziekenhuis. Misschien dat we al eventjes planning kunnen maken met de arts als hij er is, dat weten we niet. Dus ja. Het is eventjes heel. Tja, ik moet bed zien te regelen. Huishoudelijke hulp heb ik al. Maar ja, ik kan ook gewoon niet aan alles overlaten. Ik heb wel 4 dieren, 2 honden en 2 katten. Zoals jullie weten. Dus ja, dat is eventjes toch. Ja, verwennen. Ja, wennen nieuw, raar anders. Want ja, dus, nu heb ik nog mijn buik. Zoals jullie ook wel weten. Ik weet niet of jullie dat nu een beetje kunnen zien. Kijk, ik heb namelijk nog mijn buik. Maar straks is het dus helemaal weg. Ja. Dus dat is toch even wat anders. Ja, ik zit nu al een beetje op internet te kijken naar leuke kleding. Op Ali en op Wish. Ja, want ja, ik heb nu gewoon kleding wat nu voor nu nog goed past. Maar straks kan ik weer een hele andere garderobe aanschaffen. Dat is leuk, daar niet van. Maar dat is toch weer eventjes, ja. Nu komt dan eerst die buikwandcorrectie. Dan is het 8 weken herstel. Nou, en dan heb ik nog mijn bruiloft. Dus ja, dan moet ik ook het een en ander even voorlopig laten varen. School moet ik even laten varen, wat ook even moeilijk voor mij is. Ja, ik wil wel zo snel mogelijk in principe wel weer een beetje op school aanwezig zijn. Ja, ook al ga ik dan niet naar buiten, maar gewoon even binnen blijven, dat maakt me ook niet uit.
Maar gewoon eventjes wel bij de kinderen. Anders ook helemaal binnen gewoon thuis om rijk. Dus ja, als ik gewoon op krukken naar school kan lopen, dan doe ik dat. Dan ben ik wel misschien wat langer bezig. En anders gewoon met de tram ook goed. Als ik maar gewoon even lekker onderweg ben. Als ik maar gewoon even lekker op school ben. Dus ja. Dus ik ga een hele dagboek maken over mijn buikwandcorrectie. Ja, dan komt dat er ook nog online. Want ik had het ook eerst gedaan over mijn maagverkleining. Die heb ik helaas allemaal weggegooid. Stomme Karin. Tom. Maar ja, geeft het helemaal niet. Ja, waarom ik hem even inzoom, dat is gewoon omdat ik eventjes in het donker zit eigenlijk half. En ik zit iedere keer waarzig te worden. Dat is ook niet fijn voor jullie. Dus en ik heb daar niet echt heel veel zin in om waarschuwd te worden. Dus dan ga ik er gewoon even in en uit zoomen. Ja. Voor jullie. Niet voor mezelf hoor, maar voor jullie. Als jullie een beetje goed kunnen kijken naar mij. Ja. En dan is het iedere keer wazig. En dat is niet leuk. Nee, dat is niet fijn. Of er zit wat op de lens. Mag ook, weet ik niet. Maar oké, mijn verhaal korter maken. Ik hou jullie. Jullie krijgen morgen weer een update. Tot morgen. Goedemorgen allemaal. Ja. Het is vandaag 23 augustus 2018. Dus donderdag. Ja. Het is nu 11 uur 48. En ik zou jullie even op de hoogte brengen. Ik heb zojuist het ziekenhuis aan de telefoon gehad. Ik heb afspraken gemaakt met een arts. En die staat ingepland op 27 augustus om 9:40 in Rondevo. En ja, in Rondevo. Dus dat wordt spannend. En dan is het e-mailadres doorgeven. En dan even dingen nakijken. Check. En dan mag ik ook gelijk maandag doorgeven dat ik dan binnenkort geopereerd word op een school. Dus dat ik dan niet zo. Dat ik gewoon weer even 8 weken eruit leg. 8 weken, ja. Had je niet eerder kunnen doen? Nee. Sorry, ik had hard niet zo. Nee. Maar ik wil wel heel graag weer heel snel weer beginnen op school. Maar ik doe het gewoon alweer rustig aan. Ja. Gewoon proberen dingen zo snel mogelijk op te pakken. Maar gewoon wel mijn rust nemen. Tuurlijk. Ja, ik wel. Ja, maar ik weet hoe het is. Want ik heb, ik weet niet hoe het is met een buikwandcorrectie. Want ja, ik heb eerst een maagverkleining gehad. Toen een darmperforatie. Dus ja, ik heb wel wat aardig wat operaties achter de rug. Dus operaties zijn niet nieuw voor mij, zou ik het zo zeggen. Maar een buikwandcorrectie is wel weer nieuw. Dus ja. Maar we gaan het zien en ik hou jullie op de hoogte. Het is vandaag zondag 26 augustus. Hoe laat? Ja, ik heb mijn telefoon nog niet bij me. Half vijf. Ik ben Karin van der Werf. En ik probeer vandaag een interview bij jou af te leggen. Af te nemen, af te leggen. Ik vind het helemaal goed. Zeg maar jij het afleggen. Ja, dat is goed. Dat is helemaal prima. Ben je daarop te bereid om daarop te antwoorden? Ja, ik ga gewoon proberen. Kijk wat kort, wordt het niks dan iemand dan. Ja hoor. En ik wil jou een paar vragen stellen. Dat mag. Oké. Kan je wat over jezelf vertellen in het kort? In het kort, dat is een lastige. Ik ben Roderick. Ik ga in december met jou trouwen, hoop ik toch? Ja. Voorbereidingen zijn volle gang. Hobby filmen, dus dit is wel grappig. En meestal heb ik altijd een scenario in gedachten van wat er gefilmd gaat worden. En nu is dat even niet zo. Dus dat is een beetje stressvol. Maar het kan wel door. Oké, en heb je ook hobby's? Doe je ook werk? Ik heb een hobby filmen. Ja, maar heb je ook werk? Ik heb ook een aantal banen. Ja. Leuk werk, gezellig werk, in de logistiek. Oké. Geen bedrijfsnamen noemen. Mag wel, natuurlijk. Dat doen we niet. Waarom niet? Dat is leuk niet te doen. En ik heb een aantal nevenfuncties en bestuursfaciliteiten.
Oké, en hobby's, nou dat zei je al, filmen, maar heb je nog meerdere hobby's? Meerdere hobby's, ja, filmen, dingen uitdenken op de computer, af en toe een spelletje doen, lekker lopen met rondjes. Oké, hondjes. Spelen, lopen, wandelen, trainen. En wat voor hondjes? Nou, jij hebt er twee. Ja. En ik heb er nu nog één. Ja. En wat voor hond is dat? Dat is een husky. Oké. Heel lieve husky, heel aanhankelijk. Ik vind het eigenlijk nooit leuk dat ik weg ga voor langere tijd. Dus dat merk je dan meteen al. Oké. Dus dat is moeilijk? Ja, dat is zeker moeilijk. Oké. En hoe staat je aanstaande vrouw erin? In jouw situatie, hoe jij het allemaal doet? Dat moet je aan jezelf vragen. Nee, ik vraag het aan jou. Nou, ze vindt toch wel dat ik wat strenger mag zijn in de training van de honden. Ja. En verder vindt ze dat ik het soms een beetje te veel hooi op de vork neem. Maar goed, dat kan. Dat kan, zeer zeker. Oké. Okay. Ik weet dat je aanstaande vrouw een operatie zal ondergaan en wel een buikwandcorrectie. Ja, dat komt helemaal correct. Toch wel. Hoe sta jij hier tegenover en kan jij je gevoel hierop in weerleggen? Nou, kijk, persoonlijk ben ik natuurlijk tegen alle operaties die er maar te vinden zijn. Ja. Maar sommige operaties, daar kom je niet onderuit. Voor haar is dit een hele belangrijke. Dit is al jaren naar uit te kijken, tegenaan te hikken. En nu is het eens het moment daar dat er eindelijk licht aan het eind van de tunnel is. Ja. En dan is het soms een beetje te veel aan emoties wat er allemaal bij komt kijken. En dat is soms wel eens even lastig om mee om te gaan. Oké. Maar voor haar is het heel belangrijk, dus dan zal ik haar gaan steunen, zover ik kan. En het is nu nog van, kijk, er is geen datum, er is nog niks gebeurd, maar er staat iets ergens in de planning en denk, ja, dan is het lange termijn denk, want nu is er niks, dus dan is er voor mij eigenlijk ook nog niks te voelen, te denken, te doen. Alleen dat zij ermee zit, dan projecteert ze dat automatisch op mij en dan zit ik soms ook wel even van, wat gaat er allemaal gebeuren. Ja, en hoe ga jij daarmee om? Eigenlijk niet. En hoe probeer jij ermee om te gaan? Nou, afleiding zoeken. Van, weet je wel, van kijk, dan gaan we dit plannen. Van kijk, dat gaat allemaal gebeuren en zo moet er geregeld worden. En dat gaan we dan maandag doen, of dinsdag, of woensdag, of donderdag, of vrijdag. En dan kan ik dat een soort van loslaten. Maar makkelijk is het niet. Dat is het nooit. Hoe reageren je naasten op deze hele procedure? Er zijn niet heel veel van mijn naasten die dat weten. Er zijn er maar twee volgens mij. Wie zijn dat? Dat zijn mijn ouders. Die zeggen van oké, wij steunen je erin. Ze vinden het belangrijk en het is, voor haar is dat goed. Want ze zit natuurlijk met dat overtollige vel, laat ik het zo maar even noemen. Ja. Dat is allemaal loosgewicht. Dat moet je meesjouwen. Dat hangt aan de voorkant volgens mij. En dat trekt eigenlijk aan je rug. Dus dan krijg je last van je rug en dan met alle gevolgen van je. Dus zij steunen mij daarin. Dat is heel fijn, dat je ouders daarin steunen. Mm-hmm. En vind je dat soms wel eens moeilijk hoe ze jou erin steunen? Of heb je zoiets van, dat is allemaal wel prima? Nou, we zijn allebei medisch geschoold. Ja. En ik moet totaal niks van medici hebben. Oké. Dus ja, het is, voor mij is het heel erg duaal. Oké, en waarom moet jij dan helemaal niks met medische dingen hebben? Kun jij je gevoel daarin weerleggen? Dat is heel lastig. En nou, zover ik weet, waar we eerst weten, anderen dan. Het zijn meer de onderzoeken die afgedwongen worden. Normaal als de patiënt zegt, nou dokter, er is iets mis met mij. Ik wil daarvoor behandeld worden. Maar als je kind bent, dan bepalen je ouders wat voor behandeling je krijgt. Ja. In een ziekenhuis of anderszins. En dan is dat een soort van dwangonderzoek. En die onderzoeken zijn nooit echt prettig geweest voor mij. Oké. Ja, dat is nooit leuk. Ook ziekenhuisopname hoort daarbij. En dat, dan kom je in een ziekenhuis terecht en daar word je niet vriendelijk behandeld. Oké. Nee, dat is nooit leuk. Maar ja, we gaan gewoon even door met de hele leuke waslijst, vragenlijst. Ja, dat is goed.
Heb je steun aan je familie, vrienden, buren of ander enigszins waar je mee contact mee hebt? Nou, met mijn aanstaande heb ik veel steun, hè? En met mijn ouders natuurlijk. Ja. Die weten alles van. Verder ben ik niet zo heel open wat dat betreft richting publiek. Naar je schoonmoeder of schoonvader, heb je daar, kun je daar mee praten? Ja, daar kan je mee praten met schoonmoeder. Schoonvader spreken eigenlijk nooit. Ja. Ik heb hem wel eens gezien, mee gesproken, prima, prima man. Maar meer contact met mijn schoonmoeder, maar die heeft zo haar eigen dingen met de computer. Daar ben ik wat beter in om dingen op te lossen, uit te denken en te kijken wat er aan te doen is. Dat is voor mij makkelijk, dat is gewoon technisch. En dan kan je het emotionele stuk eventjes achterwege laten, dat is een stuk makkelijker. Ja. Maar ze weet ervan en ja. Ze heeft ook zijn eigen bedenkingen over de dingen, net als ik. Ja, dat is altijd zo. Iedereen heeft dat. Hoe zou jij het vinden als de operatie niet zal plaatsvinden? Kijk, dan, de operatie is altijd een risico. Voor mij dan. Dus in dat opzicht zou ik blij zijn dat het niet doorgaat. Maar voor mijn aanstaande, van, ja, die moet dan een heel stuk weer mis. Heeft ze zo lang tegen dingen aangehikt. En we zitten nu eindelijk licht aan het einde van die tunnel. En opeens blijkt die deuren dicht te zijn van de tunnel. Dat schiet natuurlijk niet op. Dus voor haar hoop ik dat het doorgaat. En als het niet doorgaat, dan zou ik daar persoonlijk niet rouwig om zijn. Maar voor haar zou ik dat heel erg vervelend vinden. Oké. En hoe heeft ze dit kunnen realiseren? Is de zorgverzekering mee akkoord? Of hoe heeft ze dit kunnen doen? Er is een... zeg van, nou kijk, je gaat niet trouwen. Werd er gezegd. En dan is het misschien handig dat je dat laat doen. Dat je er leuk goed uitziet. En nou, dat is dus zeg maar de initiator geweest om te zorgen dat we naar het ziekenhuis zijn gegaan. Ja. En daar met een arts hebben gesproken. Zegt van, nou, u bent modelpatiënt. En nou, u krijgt COVID-3. Wat het is, weet ik niet. Maar het schijnt een urgentie te zijn of iets dergelijks. En... ja, die zegt van, nou, ik heb liever dat u vandaag 100 mensen gaat dan morgen. Nou, dat is natuurlijk een hele oppepper. Als een arts zegt van, nou, die vindt dat helemaal prima. Die heeft netjes schematisch uitgelegd wat nou de procedure is. Van waar er gesneden gaat worden. Dat lijkt niet zo rapper op altijd, maar... tekeningetje gemaakt, de snede gemaakt. En zegt, nou, dat gaat er gebeuren. Dit wordt er opgerekt, dat wordt er meegetrokken, dat gaat eraf. En nou, dan krijgt u een briefje mee en dan kunt u dan bij de zorgverzekeraar nog eventjes terecht. Dat gaan wij dan voor u regelen, zei het ziekenhuis. En dan is de zorgverzekeraar gecontacteerd, gebeld. Die zegt, nou, aan deze voorwaarde of aan die voorwaarde of aan die voorwaarde of aan die voorwaarde moet voldaan worden. En uiteindelijk bleek aan de laatste voorwaarde voldaan te zijn. Dus een BMI van minder dan 30. En afgelopen of 12 maanden of meer een stabiel gewicht. Ja. Nou, daar voldeed ze aan. Ik denk van, nou prima. Dus dan ziekenhuis heeft dan meteen in het systeem van de zorgverzekeraar gezet van, nou kijk, dat is er aan de hand. Mm-hmm. En toen kwam er een negatief advies van de zorgverzekeraar. Mm-hmm. Dus dat was weer een domper op de feestvreugde. Dus toen is er extern geld aangevraagd, geleend, weet ik het. Om toch te zorgen van oké, dan kunnen we dat door laten gaan. Maar ja, hoeveel geld is er dan nodig? Nou, daar is dus een offerte voor aangevraagd bij het ziekenhuis. Nou, die offerte is binnengekomen en bleek een flink bedrag te zijn. Ja. Ik heb niet in mijn achterzak zitten, maar toch. Mm-hmm. Nou, we zeggen oké, dat is een acceptabel bedrag. En dat kunnen we overzien. Dus dat, dan kan de procedure gewoon gestart worden bij het ziekenhuis. En dan zien we dan wel verder wat eventueel bezwaar bij de zorgverzekeraar nog kan opleveren. Ik bedoel, de specialist zegt van ja, dit is gewoon waar u allemaal aan voldoet. Ik ben modelpatiënt. De zorgverzekeraar heeft ook telefonisch toegezegd van dit zijn de voorwaarden. Ja. Daar voldoe je aan. Dus blijkbaar is er in die aanvraag van het ziekenhuis richting zorgverzekeraar iets weggevallen of ontbrekend. Ja. En dat daarom het is afgekeurd. En als we toch op deze manier verder kunnen, dan prima. Oké. Dankjewel voor je uitleg. Even kijken hoor.
Zou je als je er tegen mocht zijn, je aanstaande vrouw toch het zou doen, anders tegen je aanstaande vrouw aankijken? Ja, kijk, in principe ben ik altijd tegen operaties. Maar ja. Zij wil het graag hebben, nou, dan zal ik haar daarin steunen. Mm-hmm. Het is voor haar, ik hoef het zelf niet ondergaan. Als zij zegt, jij moet onder het mes gaan, zeg van, nou, dank je wel, liever niet. Oké. Moet ik even kijken waar we zijn, want volgens mij sla ik een vraag over, maar dat maakt even niet uit. Ben je bang dat er iets mis zou kunnen gaan met de operatie? Het kan altijd van alles misgaan. Ik bedoel, ze kan best een medicatie krijgen waar ze allergisch voor is, wat fout uitpakt, dat weer iets moet gebeuren. Of een narcosemiddel dat of te veel of te weinig is. En als het te weinig is, dan is er ontzettend pijn en last van en een trauma daarna. En als het te veel, dan blijft ze wat langer hangen in de zaken. Mm-hmm. En ja, er kan zoveel misgaan. Goed, het is een team van professionals. Daar mag het van uitgaan dat ze ook om kunnen gaan met onverwachte zaken. Ja. En dat ze een plan klaar hebben liggen. Van, kijk, dit is er aan de hand, dus moeten we dat gaan doen. Ja. Ik bedoel, het is niet zomaar even een, van we gaan nu een operatie doen die we nooit eerder hebben gedaan. Nee, oké. Okay. Het is een team van specialisten. Die weten allemaal van nou, hoe werkt een narcose, hoe gaat de operatie in gang. Dat hebben we al vaker gedaan. We gaan vooraf met z'n allen even zitten en de zaken bespreken wat er allemaal moet gebeuren, wat wanneer moet gebeuren, wie wanneer nodig is. Het wordt gepland, dus dan is iedereen aanwezig die aanwezig moet zijn, tenzij er weer iets is wat er niet is. En dan is altijd wel een noodopvang, nooduitgang, weet ik het, noodingang, noodoplossingen. Dus ik verwacht dat goed gaat. Okay. En het ziekenhuis waar ze terecht gaat, dat is bekend met haar medische situatie, omdat ze eerder een gastrectomic bypass heeft gehad. Kan ze eigenlijk alleen maar behandeld worden in dat ziekenhuis waar ze ook die gastrectomic bypass gedaan hebben. Ja. Dus als ze dan iets daarmee mis zou gaan, dan kan ze meteen terecht bij een andere afdeling binnen hetzelfde ziekenhuis. Okay. En waarom werd jij nou net in het begin zo emotioneel? Kun je dat uitleggen? Ja, het is natuurlijk weer een ingreep van je welste, wat er aan te pas gaat komen. En zoals gezegd, ik hou niet van medische dingen. Nee. Het gefrun, ik gesnij, prik, echt pook. Kijk, is de röntgenfoto? Oké. Mm-hmm. Dan sta ik voor een lampje en dat schijnt wat licht door je heen. En dan krijg je een plaatje. Niet invasief, laat ik het zo even noemen. Okay. Nou, dan wil ik jou hartelijk danken voor dit gesprek. Okay. En voor dit interview. Okay. Zou je verder nog iets willen toevoegen? Of heb je zoiets van dit eer was het wel? Ik vind het zo wel even genoeg, ja. Okay. Nou, dan ga ik je een hand geven. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Goedemiddag. Ik wil je wat vragen stellen. Ben je er bereid op te antwoorden? Tuurlijk ben ik daar bereid om te antwoorden. Oké, nou vertel eens even iets over jezelf in het kort. Wie ben je, wat doe je en wat zijn je hobby's? Ik ben Karin van der Werf. Ik ben 31 jaar oud, net geworden, 7 augustus. En wat ik onder andere doe, dat is vloggen, wat jullie wel weten. Samen met mijn aanstaande man, die dus nu de interview aan het afleggen is. En heb ik nog 4 dieren. Dan heb ik dus 2 honden. En heb ik nog 2 katten waar ik ziels van hou. Of heel veel van hou. En dan heb ik ook nog mijn aanstaande waar ik heel veel van hou. Die ik ook niet kwijt wil. Ja, en dan staat er ook nog heel veel dingen in het verschiet. Zoals mijn bijbandcorrectie en trouwen. Ja, daar zijn we ook wel heel druk mee bezig. En mijn hobby's, ja, knutselen. Wat jullie ook wel hebben kunnen zien al in een paar vlogs. Van mij, van ons. En werk doe ik ook bij het postbedrijf Zand. Want ik maak wel reclame, dat is leuk. Alleen we worden er niet voor gesponsord. Nee, precies. Dat is dus postlopen en postsorteren. Dus ja. En dan ook nog overblijf medewerken op school. Ja. Oké, dank je. Ik heb gehoord dat je binnenkort een operatie zal ondergaan. En wel een buikbandcorrectie. Ja, dat klopt. Hoe sta je tegenover en kan je gevoel hierin weerleggen?
Nou ja, ik krijg inderdaad zeer binnenkort een buikwandcorrectie. En dat gaat plaatsvinden voor mijn bruiloft. Wat ik ook mijn bruiloft, dat vind ik heel onwijs leuk. Maar ja, ik heb al 3 operaties ondergaan. Dat is dus een gastric bypass. En dus niet een gastric no-pass. Nog wat je net zei, maar oké. Ja, want je zei het even anders, maar dat geeft niet. Het is een gastric bypass. Ja. Die heb ik al ondergaan. En dan heb ik ook nog een darmperforatie gehad. En nu dus een buikwandcorrectie. Er is dus ook vandaag foto's gemaakt van de naakte waarheid, om het zo maar te zeggen. Ja, de buikwandcorrectie, dat is toch wel weer spannend. De emoties die lopen nogal eens erg hoog op. Door de spanning, stress en ja, het is gewoon wachten. En gelukkig, morgen 27 augustus is er ook een afspraak bij de arts. Daar ben ik ook wel heel blij mee. Maar het is dan even weer afwachten van wat wordt er weer gezegd, wat wordt er weer gevraagd, wat moet ik allemaal weer doen. Ga weer die hele riedel bloed prikken, waar ik ook helemaal geen zin in heb, bloed prikken. Wat komt daar weer uit? Ja, daar kan weer van alles uitkomen. Misschien ijzertekort of wat dan ook. Ja, dan moet je daar weer medicijnen voor hebben, et cetera, voordat je weer geopereerd mag worden. Joehoe. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. En hoe reageren je naasten op deze procedure? Mijn naaste, mijn aanstaande, die dus nou de interview aflegt. Die vindt het nogal moeilijk. Die vindt het ook heel moeilijk om zijn gevoel erin weer te leggen. Ik ook, onder andere. Ik probeer het wel, maar... ik krop het meest altijd op en dan in één keer, boef, is het eventjes een ontploffinggevaar hier in huis. Dan gooi ik met spullen en dan moet even iedereen wijken. Dan gooi ik even mijn deuren. Maar, hij steunt me wel in dingen. Nou ja, in dingen gewoon hoe ik het doe. Hij vindt het knap hoe ik er mee omga. Net zoals mijn moeder. Overigens, die ook al een interview heb afgelegd namens Chrissy. Ja, daar ben ik haar ook ontzettend dankbaar voor. En ja, mijn schoonouders, die steunen ons er ook heel erg in. Dat is dus de ouders van Roderick. Die jullie ook wel een beetje hebben kunnen zien in de vlog naar mijn moeder toe. Ja, en mijn buren, mijn naaste buren, die weten het wel, maar die hebben ze later. En dan heb ik nog een hele lieve buurvrouw, die verderop woont. Haar naam zeg ik niet, want dat wil ze niet. Maar die steunt me ook, die heeft ook al gezegd van als ik u kan helpen, app me dan. Ik wil best even stofzuigen of even een boodschapje doen, dat maakt me helemaal niet uit. Ik ben er voor je, dus mocht je dit zien, alvast bedankt. Oké. Okay. Meteen 2 vragen beantwoord. Sorry. Maar hoe zou je het vinden als de operatie gewoon niet doorgaat? Wat voor de reden er ook is? Nou ja, ik ga altijd eigenlijk uit van een nee. Hoe cru dat ook klinkt, het is al wel betaald, maar ik ga altijd uit van een nee. Heb ik ook gedaan nadat ik mijn aanvraag heb ingediend bij mijn zorgverzekering, heb ik ook een nee gekregen, omdat ik dus niet aan de voorwaarden voldoe, zoals smetplekken. Nou, Roderick heeft het ook net al uitgelegd dat ik dus de afspraak had bij het ziekenhuis, dat ik gelijk de zorgverzekering had gebeld van, joh, luister, ik wil een buikwandcorrectie ondergaan. Aan welke voorwaarden moet ik dan voldoen? Nou, toen kreeg ik dus een hele waslijst te horen van hier tot Gunde. Nou, en daar kwam dus ook het een en ander uit, zoals mijn BMI en 12 maanden op gewicht. Nou, daar voldoe ik aan. Dus diegene die zei van, nou, dan kom je dus in aanmerking. Dus niet, want je hebt geen smetplekken. Fijn, nat, leuk. Zorgverzekeringen, ga dit dan niet weer vertellen. Nee, slecht advies. Ja. Want zo ga je dus mensen vertrouwen geven dat je het krijgt. Niet meer doen. Nee. Dat is ook niet goed voor mij. En voor niemand niet. Maar oké. Het dwaal een beetje af. Heb ik in de gaten. Maar dat maakt niet uit. Dat niet. That's me. Ik dwaal altijd af. De vraag was, hoe ver je het vinden als de operatie niet zou doorgaan? Ja, dan zou ik het naadje vinden. Even grof gezegd, kloten of gewoon kut.
kwalitatief uitermate teleurstellend. Ja, kilo Utrecht Tango klompen uittrekken, ook leuk. Okay. Nee, maar je zit nu in een rollercoaster. Je hebt alles met alles om je heen. Je zit met de operatie, je bruiloft, je kleine meid moet nog iets ondergaan. Ja, klopt. Allemaal tegelijkertijd. Dat is inderdaad allemaal tegelijkertijd. Eerst dus mijn operatie, dan die kleine ukkepuk die hier, nou ja, zo klein is ze niet meer, maar ze ligt op de bank. Die grote die ligt op de grond, maar die wordt dus ook geopereerd. Ja, dan wordt het geen meisje meer, maar het wordt een hetje. Ja, joepie. En ja, wat nog meer. Ja, en dan nog de bruiloft. Ja, ook leuk. Nee, maar dan inderdaad onze bruiloft. Ja, daar zijn we ook druk mee bezig voor met de voorbereidingen, gastenlijst, kaarten maken, corsages maken. Ja, ik haal een hele hoop op mijn schouders. Maar het is wel weer een beetje afleiding. En ben je bang dat er iets mis zal gaan met de operatie of de voorbereidingen of anderszins? Alles kan misgaan. Ik kan nu ook de deur uitlopen en met mijn hondjes of alleen gaan lopen en ik word aan en gereden. Dat kan ook gebeuren. Dus okay. Er is altijd wel een risico aan verbonden. En net zoals de arts zei, van je moet niet verwachten dat je gelijk een platte buik hebt, want er zal altijd wel wat vocht blijven hangen. Dat je een soort van kleine bobbeltje hebt, maar niet meer zoals wat het nu is. Okay. Dus daar ben ik al wel op voorbereid, dat ik niet misschien helemaal slank zal wezen, maar er wordt wel heel wat fel huid weggehaald. Oké, okay. Dus je bent er niet bang voor? Nee. Ja, oké, okay, ik weet dat er een litteken er extra bij komt, maar ik heb niet meer al die gaten en die littekens hier. Nee, ik heb zo meteen onder, als het goed is, maar niet zo'n fleur-de-lis, maar gewoon een hieronder. Ja, dat zien jullie dan waarschijnlijk net niet. Ik zal het even opstaan. En dan heb ik hier ook een litteken. Als het goed is, dan niet zo'n litteken en dan zo. Maar waarschijnlijk alleen hier een litteken. Dus wat de arts dan gaat doen... Ik zal het even een beetje laten zien. Zo. Ja. Dan heb ik de dag. Dan kan je een beetje uitleggen, toch? Nee, de lijfbank. Dan kun je het hier al even. Gewoon even hier op laten komen staan. Dat maakt niet heel veel uit. Heel goed. Ja, dat komt een heel mooi beeld. Ja. Er wordt een incisie gemaakt vanaf hier van de zijkant tot hier. En dan wordt dit eigenlijk losgemaakt. En naar beneden getrokken. Ja, en dan wordt dus ook in mijn buikspieren weer aangetrokken. En je buikspieren die worden dan zeg maar naar elkaar toe getrokken. Dat het weer wat steviger is. Ja. En dan ben je deze rare plek allemaal kwijt. Ja, en dit zijn dus ook allemaal... Ik denk dat je deze kwijt maakt. Je gaat naar beneden. Ja, alleen deze ben ik niet kwijt waarschijnlijk. Nee. Dus dat gaat allemaal naar onderen. En je navel die wordt dan zeg maar soort van uitgesneden. Ja, en die komt dus weer op dezelfde terecht. Hier terecht. Ja. En dit wordt naar beneden getrokken. Ja. Dan kom je navel hier terecht, dat zag niet echt handig. Nee, maar die komt gewoon weer op dezelfde plek terug. Dus dat wordt gewoon uitgesneden. Dan hier al wat Roderick al zei, hier al een hele snee gemaakt. Dit wordt dus naar beneden getrokken. En dan komt er dus weer een nieuwe gaatje in het nieuwe huid. Nou ja, bestaande huid. En dan heb ik dus een heel ander buikje. Dus dit gaat helemaal weg. Dus kun je nagaan hoeveel huid ik over heb door mijn maagverkleining. Ja, dat hoort er gewoon bij en bij het interview. Oké. Okay. Ja. Nou, dan wil ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Wil je verder nog iets toevoegen, vertellen, mailen, delen? Nou ja, hartstikke graag bedankt dat jij dus deze interview wil afleggen bij mij. Daar ben ik ook best blij mee. En wat ik nog wou zeggen, ja, voor de mensen die dit eng vinden, misschien is het gewoon handig ook... Of dat je zelf in deze traject wil gaan stappen. Ook voor jezelf. Mocht je een ja krijgen of een nee. Maak gewoon misschien een video dagboek. En zet het gewoon ook online op YouTube. Mocht je daar aan toe zijn. Want het helpt jou misschien niet. Maar misschien anderen wel. Ook al zit je in een hele grote rollercoaster. Het is altijd handig om gewoon een hele dagboek bij te houden. Zodat ook andere mensen er wat aan kunnen hebben. Heb je er niks mee, maakt niet uit. Misschien dat je het wel op kan schrijven.
van een hele blog in plaats van een vlog. Niet een vlog, maar weer een blog heet dat dan weer. Dus heb je hier wat aan? En zodra dit online komt, laat eventjes sowieso even een leuke of een minder leuke reactie achter. Maakt niet uit. Ik heb het ook voor mezelf gedaan, zodat ik dit weer terug kan kijken. Want ik heb dit ook namelijk gedaan en met mijn maagverkleining. Maar toen, kwam ik erachter en dat mijn zus mij dus al de hele tijd volgde. En dat ik dat dus niet wist, heb ik dus tot mijn spijt al mijn video's verwijderd. Dus nooit dingen verwijderen. Je kan hem altijd weer op privé zetten. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Beste buikwandcorrectie dagboek. Hi. Ja, daar was ik weer. Het is vandaag 30 augustus. Je hebt me eventjes een paar dagen niet gezien, want ik ben even niet zo lekker in mijn vel voelde. Het is nu 10:34. Ja, ik heb een nieuwtje. 27 augustus zijn we dus naar het ziekenhuis geweest. Oeh, kom. Ik heb wat ver weggegooid. Dat had ik niet meer moeten doen. Oeh. Ik moet nou pas achter. Oeh, maar ja, maakt niet uit. Geeft niet. Ja, dom. Maar oké, maar ik heb net het ziekenhuis gebeld. Het geld is binnen. Even naar Roderick, want die is beneden. Die weet dus nog van niks. Dus ik zal eens eventjes peilen hoe hij ervan overdenkt. Ze dus zegt even donker. Ja, ik weet het. Nee, dames. En even mijn haar. Ja, ik neem even mee. Dat is even gezellig. Kijk, dit heb ik gemaakt trouwens. Dus even de boek even te zien. Even kijken hoe het gaat met mijn mannetje. Ja, dat is even leuk. Ja. Die heb ik gemaakt. Maar ja, lieve dagboek. Ja, beste dagboek. Ook leuk. Even kijken hoe het gaat beneden. Even kijken hoor. Heel licht. Hé, mis een lampje hier. Die doet het niet. Is niet leuk. Ja, ook per se zo nu. Hey. Hey, wil jij goed nieuws horen of niet? Nee, eigenlijk niet. Nou. Vertel toch maar. Oké. Ik ben ook een paar keer dom geweest, want ik was al een paar keer opgenomen voor de dagboek, maar die heb ik allemaal verwijderd. Een beetje dom. Oké. Huh? Maakt niet uit, kan gebeuren. Maar ik heb net het ziekenhuis gebeld. Ja. Wanneer? Het geld is binnen. Oké. Ja. Oké. Ja. Oké, dus, en nu? Nou, ik moet gewoon even wachten op maandag. Gewoon even. Nee, nog niet wachten. Het is niet donderdag. Ik moet gewoon heel weekend wachten. Ja, dat is leuk. Nee, dat is niet leuk. Wachten, hele tijd. Ja, dat is leuk. We wachten tot het geld binnen is. Dan moet je wachten tot het weekend voorbij is. Dan moet je wachten tot het maandag is. Ja, maar dat is wel leuk. Dan moet je wachten. Ja, of en of ik bel gewoon zo meteen weer en dan eigenlijk gewoon. Nee, het is gewoon een haantje. Nee, niet. Of ik bel gewoon zometeen weer af het ziekenhuis en dan eventjes de afdeling plastische chirurgie. Mm-hmm. En even kijken wat ik dan nu al kan doen, want het geld alweer binnen is. Mm-hmm. Sowieso kan je balletje laten rollen hier voor thuis. Spullen in huis halen. Dus bestellen van... Nee, ik moet sowieso eerst een datum weten. Ja, dan kan je maandag dan. Nee. Niet? Niet? Omdat we een wachtlijst hebben moeten. Ja, maar dan dus weet je maandag toch wanneer je op de wachtlijst hebt laten vervoeren. En dan weet je dus ongeveer van wanneer? Ja, ongeveer. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus dan weet je het. Ongeveer hebben. Ja. Niet dat als je het ziekenhuis maar... ligt, dan de spullen komen brengen. Dat is niet handig. Nee, maar ik kan ook gewoon 2 dagen liggen. Dus dat, en dan weet je niet hoe mijn lichaam reageert. Nee, maar het is of niet... 5 dagen. Het is niet handig als je thuis komt in het ziekenhuis ligt dat die spullen dan gebracht worden. Dus voor je tijd al hier. Ja, dat snap ik, maar dat is ook wel mijn planning. Oké, dat is goed. Sowieso. Maar ik ben blij dat het al geld al binnen is. Dat is heel wat. Dat wou ik even met je delen. Ja. Dankjewel. Ja, kijk, en dat staat nu eens een keer weer lekker op de dagboekvloer. Dat is leuk. Ja, is goed. Ja.
Nou, dan gaan we gewoon even kijken wat ze kunnen zeggen. Of nog dat ik al afspraken moet maken. En met de anesthesist. Ja, en zo ja, dan ga ik eventjes alvast een wijk op jouw naam gaan zetten. Dan krijg ik het druk. Vanaf volgende week. Kijk, en dan kan ik jou wel helpen, maar anders krijg ik het eventjes te veel op mijn dak. Ja? Nou, dan ga ik even bellen. Nou, wat jullie wel hebben gehoord, ik ga even bellen. Nou, ik heb net de afdeling gebeld, plastische chirurgie. Ja. En, dat is leuk. Ja. Ik moet toch wachten op maandag. Tot dan, dat mijn arts belt. Het geld is al binnen, wat ik net al zei. En dan krijg ik een e-mail van de anesthesie. Anesthesie, weet ik het, hoe ik het uit moet spreken, maar maakt niet uit. En dan moet ik dat waarschijnlijk invullen. En of langskomen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus dat is leuk. Ja. Wat leuk, wat geweldig leuk. Nou oké, ik heb het ervoor over. En dan, dan gaat het hele balletje rollen. Bloedprikken waarschijnlijk, bla 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 bla. Ik zal het nog even doen in mijn huis, want ik ben aardig moe. Dus voordat ik dus, ik wil wel even uitslag weten. Dus misschien dat ik vandaag alvast mijn eigen bloed kan prikken voor misschien vitamine B12. Of anderszins. Dus ja. En dan opname. En dan hun weten waarschijnlijk over wanneer ik dan wat opgenomen. Dus ik hou jullie op de hoogte. Ja. Wat namelijk heel spannend. Dit wordt heel spannend. Maar oké, ik heb het ervoor over.